Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? Voor degene die langer dan 3 maanden geleden is, even de hand omhoog. Nou, lieve dames en heren, we zijn aangekomen in het dierenpark Amersfoort. Het is nu 2:50. Om 2:30 gaat de bus weer richting Amsterdam-Noord. Nou ja, de laatste serie gaat over de bucketlist. Wat is je eigen bucketlist nog? A man in the house? Ja, dat zou ook nog hartstikke leuk zijn. Daar ben ik nog niet eens, heb ik niet eens over nagedacht. Dat klinkt alweer met enige aarzeling. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo, als je lang alleen bent, dan word je ook een tikje egocentrisch. En op mijn leeftijd is het wel zo, als je iemand van je eigen leeftijd hebt, of misschien iets jonger, die heeft ook weer zijn bagage mee. En dan moet je natuurlijk ook weer aan wennen. Dus dat zou leuk zijn, een man in the house. Maar het is niet dat, voor mij niet het allerbelangrijkste. Omdat ik, zeg ik nogmaals, een leuk en gelukkig leven heb. En maar, zeker waar leef je voor? Ja, waar leef ik voor? Ik denk dat ik toch leef. Ik merk vaak als ik optreed en mensen helemaal uit de pan gaan en allemaal. Denk ik, ja, dit is wel waar ik, denk ik, hiervoor op aarde ben gekomen. Om mensen blij te maken en dat ze genieten. Ja, en je geniet er zelf ook van. En ik geniet er zelf ook van. En een ja, goede grap. En soms zelfs een beetje slap lullen. Maar dan wel goed zingen. Altijd kwaliteit. Pa heeft het voor een deel meegemaakt. Ja. Maandag helemaal. Ja. Goed contact. Heel goed contact. Mijn vader was meer trots, hoor. Die was meer zo van, als er mensen kwamen, heb je Gerard nog gisteren op televisie gezien? Nee, dan ging hij het opzetten. Mijn moeder is helemaal niet zo. Maar die vindt het wel leuk, die geniet volop. Toppers gaat ze dit jaar 5 avonden heen gewoon. Ze kan niet begrijpen dat er zoveel mensen, 67.000 mensen, iedere avond daar weer komen. En dat dan haar kind daar staat, weet je wel. Maar ze is dan nog wel eens een beetje verdrietig, omdat Goris moeder natuurlijk is overleden. En ze had goed contact ook met René's ouders, dat ze voelt zelf ook wel van, ja, ik ben ook niet... Ze is 85 volgens mij. Ja, ze is 85. Ik heb ook niet heel geleefd, maar... Ja, ze heeft het altijd erg leuk en ze geniet en ze is sportief en gezond. Dus laten we hopen dat we er nog heel lang bij ons mogen houden. Intussen was het ook Gordon opgevallen hoe wit Gerards gebit is. Nou, dat is eigenlijk... Ten eerste zijn het mijn eigen tanden. Dat twijfel ik geen seconde. Ja, en dan gaat het gewoon al... Je moet het eigenlijk zien als een soort lak. Gaat een soort lak overheen. En dat kun je zelf kiezen, hoe wit je dat wil. En ik moet je zeggen, dan heb je een tablet, net als je behang uitzoekt. Of dat je gaat schilderen. Dat je denkt, nou, die muur grijs, kan iets donkerder. Dat is met die tanden ook. En het is niet eens de allerwitste. Dus je hebt nog 2 tinten witter. Ja. Dat ging me te ver, maar... Ja, ik weet het. Ik moet je zeggen dat mijn eigen moeder zelf zegt. Ik vind het iets overdreven, zegt ze. Volgens mij kan je er 's nachts mee lezen. Nee, zo erg is het ook niet, nee. Maar het is... Ja, ik zie het zelf natuurlijk niet. Alleen als ik mezelf in de spiegel zie, denk ik, oh, Geer, ja, denk ik, lekker fris. Ik vind het lekker fris. Nee, het ziet er heel goed uit. Ja, dankjewel. Nou ja, in alle opzichten geldt, zoals ze in Schagen zeggen, count your blessings, hè. En zo is het niet wel. This much is true.